Een aanvaring van twee olietankers op de Seine bij Rouen brak, na een explosie, brand uit op een Griekse tanker. Vijf opvarenden worden vermist, één raakte zwaar gewond. Een Japanse tanker had een probleem met de stuurinrichting en botste met het Griekse schip. De Japanner heeft nauwelijks schade opgelopen. Vlak voor het ongeluk had de Griekse tanker zijn lading ruwe olie gelost. Het is daardoor geen milieuramp geworden.